kinderproject van Boros. Dat is de voorganger van de Evangelische Gemeente. En hij heeft op dit moment gemiddeld 30 kinderen per dag heeft hij binnen. Hij heeft contact met ruim 80 kinderen. En die kunnen hier dagelijks, kunnen ze hier, 4 keer per week kunnen ze hier lunchen. Krijgen ze hier wat begeleid bij hun huiswerk. Worden ze begeleid in spelen. Ze krijgen wat te drinken. Eigenlijk is het een soort dagopvang. Er zijn zelfs 2 meiden die hier gewoon dagelijks proberen te zijn. Die hebben geen werk. Eén daarvan komt zelfs uit Hongarije deze kant op. En geen baan, geen werk. Ze huren hier op eigen kosten een appartementje. Om hier de hele dag voor de kerk van in dienst te zijn. Bij een gezin gekomen, ze wonen met z'n 7 in 2 kamers. Dit zijn kinderen die geholpen worden door Boros, met het kinderproject. Die krijgen gewoon wat te eten bij de kerk, omdat het gewoon zo'n arm gezin is. We hebben hier oma met haar dochter en haar kleinkinderen wonen. In deze kamer staan 2 bedden en een kamer verder is nog 1 bed beschikbaar. En dat is dan de volledige leefruimte voor dit gezin. Dit zijn producten die in Nederland zijn opgehaald. Die gaan we nu brengen. The sin runs deep. Your grace is more. The grace is found. Is where you are. Where you are. Deze vrouw die dit is eigenlijk geen familie van de 2 kinderen. Daar zorgt zij voor. Ze zorgt voor dit huis. Er is 1 kamer. Er is geen toilet ook. En die zijn ontzettend arm. En die worden dan geholpen ook door de Boris, de evangelische gemeente van Salonta. Die zorgt, we hebben net wat voeding gebracht. Ook voeding van de voedselactie in december. En ik ben er zelf van overtuigd dat God van deze mensen houdt ook. Dat ze waardevol zijn. En het is zo mooi dat deze vrouw voor deze kinderen wil zorgen. Terwijl het geen familie is. Het is heel bijzonder. To teach my soul to rise to you. When temptation comes my way. When I cannot stand, I'll fall on you. Hier in dit huis wonen 2 kinderen waarvan de ouders naar Engeland zijn vertrokken. Dus hebben de kinderen achtergelaten zonder enkele inkomsten. Ouders kunnen niet meer terug naar Roemenië, ze worden anders in de gevangenis gezet. Dus ze zijn aan de lot overgelaten en Boros en zijn kerk die zorgen nu ook voor dit gezin. Voor deze kinderen. Ze krijgen voeding wekelijks. En zo wordt er een beetje geholpen. Maar ook hier is gewoon schrijnende armoede en echte hulp is noodzakelijk. Zo, zeg dan. Oké, hier wordt ook geslapen zoals je ziet. Dit moet dan een bed voorstellen. En aan de andere kant, daar zijn ze aan het vuurtje aan het stoken, want ze zijn aan het koken. Maar daar wordt een matras opgestookt ook. Dus op zo'n manier zijn ze bezig. Het zijn natuurlijk ook maar 2 kinderen die hier wonen. Dus het is echt schijnend.
Délbe, ott a kultúrház udvarába. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. So break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. And there is power in the name. We zijn nu in een klein huisje beland. Met eigenlijk een hele kleine voorkamer waarin ze kunnen koken. En dit is de huiskamer. Staat hier niet veel. En ze slapen hier met z'n vier in een bed. En de derde kind komt eraan, want de moeder is weer zwanger. Te mi szlegeltettél neked? De ruimte die de ouders aan het verbouwen zijn om hier hun kinderen te laten slapen. Maar wij horen net ook dat de ouders, in ieder geval de vader, alcoholist is en de moeder ook regelmatig drinkt. Dus het is even de vraag hoe lang dit gaat duren voordat het af is. Hier is niet meer dan een paar meter om te koken. En deze kleine ruimte, dit is een huis van een gezin van vier mensen. Ik slaap allemaal op dat bed. Het verhaal erachter is dat de vader een tumor in zijn rug gekregen heeft. En daardoor in eerste instantie niet meer kon werken. Nu heeft hij dan op de markt een klein baantje dat hij kijkt of mensen niet stelen. Zijn vrouw heeft diabetes. Dus die is ook afgekeurd, kan ook niet meer werken. En zij zijn hier op zoek naar hoe het nu verder moet. Waarom had ik mij? Tilla, melyik kis kecske aranyos? Melyik kis kecske? There's an army rising up. There's an army rising up. We zijn nu in een ruimte, omdat het buiten regent, zijn we naar binnen gegaan samen met de Evangelische Gemeente uit Salonpa. Zij gaan iets organiseren voor de kinderen, om zo de kansarme kinderen erbij te betrekken. En dat ze ook iets heel leuks voor ze kunnen doen. Dus deze middag is voor hen bestemd. I could just sit, I could just sit and wait for all your goodness. I could just stay, I could just stay right where I am and hope to feel you, hope to feel something again. I could hold on, I could hold on to who I am and never let me from the inside, and I could be safe, oh, I could be safe here in your arms and never leave home, never let these walls down. But you have called me higher, you have called me deeper, and I'll go where you will lead me, Lord. You have called me higher, you have called me deeper. Safe, oh, I could be safe here in your arms and there.
those cars. That's from the Netherlands. I will be yours. I will be yours. To break every chain.
break every chain, to break every chain.